Happy, 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 happy. Okay. My life is okay. I say hey. My life is okay. Hey, Stefan. Chris, oh. Ben jij er ook? Hey, welkom bij Basta. Vandaag zijn we op de Powerschool in Brussel-Lommer. En deze week gaan we het hebben over blind zijn. En de kinderen van deze school willen weten hoe je als je blind bent toch de weg kunt vinden. En verder gaan we uitzoeken hoe je als je blind bent toch alles kunt doen. Als je ogen niet kunt gebruiken, moet je het hebben voor andere zintuigen. Dus je handen, je oren, je neus en je mond. Ik was net al even aan het voelen of ik zonder kijken mensen kan herkennen. Ik ga even verder. Hey Ferry! Nee, ik ben een meisje, ik ben Amal. Oh, sorry. Drazo. Hallo, en ik ben Priscilla. Dat is onze cameraman, Abu Samet. Onze school heet de Paulusschool, dat kan je ook zo zien. Groep 7 en 6 komen elke maandag hier al voor schooltuinen om dingen te oogsten. 15 milliliter is geregend, heeft geregend. Dit is een oogst, dat zijn pompoenen. Sommige zijn klein, sommige zijn groot. En deze heeft de meeste zelf gedaan. Het ziet er heel erg vies uit met zulke balletjes. Het zit hier. Het lijkt bacteriën. Het zijn heel balletjes, zijn vieze balletjes. Dit is een spoelplaatje zoals je het hier ziet. En je moet het eerst boven doen en dan onder doen. Spoel is heel erg vies. Je krijgt, het is fluoride, ik weet niet, fluorwater. En het is heel erg vies. Je moet dat elke maandag 1 minuut doen. We hebben heel veel vakken op onze school en het stomste vak vind ik rekenen. En ik vind het taal. Nee, dat is leuk. Nee, rekenen is leuk. Natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Natuurlijk niet. Tuurlijk. Natuurlijk niet. Tuurlijk. Natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Jij bent gek, jij, hè? Nee, rekenen is leuk. Ja, zou wel. Ik vind rekenen zo stom dat ik het in de wc ga doortrekken. Die is weg. Als je niet kan zien, zijn je oren heel belangrijk. Je moet maar eens je ogen dicht doen en goed luisteren. Je hoort veel meer dan je denkt. Die Gerald, hè, die denkt echt dat hij hip en cool is. Ja, maar dat is hij niet. Die Gerald, hè, die is echt hip en cool. Ja, je hebt daar gelijk in. En die kapsel van hem, die is echt niet mooi. Ja, hij spoort niet. Voor geen meter. Iemand moet hem uit zijn dromen helpen. Die kapsel, die is echt mooi. Ja, die is echt cool. Hey Joe. Ja? Weet je wat ik me afvraag? Wat dan? Hoe kun je de weg vinden als je blind bent? Vraag me ook af. Ik heb vandaag afgesproken met Manuela. Zij is al vanaf haar 3e jaar blind. En hopelijk kan zij dus vertellen hoe je het beste je weg kan vinden als je blind bent. Hi Manuela. Hoi. Zit jij hier op school? Ja. Oké. Okay. Hey, ik wil even een paar dingen van je weten. Hoe oud je bent, of je al een vriendje hebt, van dat soort dingen. Ja, super. Stel je even voor. Ja, ik ben Manuela, ik ben 13 jaar. Ik zit dus op de Comenius. Ik heb geen vriendje. Ben je verliefd? Nee, niet echt. En ja, het is nu pauze, dus ja. De bedoeling is dat we even bij jou gaan eten thuis. Ja. Maar ik weet niet waar je woont. Hopelijk kun jij me zeggen welke kant we moeten. Maar ik weet wel dat we die kant op moeten, maar de weg zelf weet ik niet. Even oversteken, hier is een fietspad. Manuela zit sinds 2 maanden op een school voor blinde en slechtziende kinderen. Met een paar schoolgenootjes woont ze in een speciaal huis. De weg naar huis moet ze nog uit haar hoofd leren. En die is best lastig, want er is veel verkeer. Daarom loopt er nu altijd iemand met haar mee, tot ze de weg wel kent. Ja. Maar ben je nou bang als je zo hier in je eentje loopt? Ja, dat wel. Ja, waar ben je dan bang voor? Nou, dat ik
gewoon de weg door al die auto's en zo raak je een beetje van je concentratie af. En dat moet ik dus ook eigenlijk leren. Concentratie hebben. En ja, het is toch iets van, ja, het is drukker dan ik gewend ben. En wat hoor jij nu dan? Auto's. En verder? Geel. Manuela heeft een heleboel hobby's. Soaps kijken, piano spelen, kletsen, muziek luisteren en... Heb je nog meer hobby's? Ja, ik vind schrijven heel erg leuk. En ik heb nu wel een idee, dus ik ga het even schrijven. Dus als je me even met rust wil laten. Naam? Mikkel is dat? Ja, vind ik ook. Ga ik even op de bank zitten? Ja, is goed. Oké? Okay? Wat heb je nou geschreven? Nou, ik zal je het even voorlezen. Blondie. Ja, zo heet ze. Wacht even, je leest nu met je vingers. Begrijp ik dat goed? Ja. Jemig, het is goed dat je dat kan lezen, zeg. Nou, lees maar een stukje verder. Een houten stok waarmee ik de grond moet aftasten. Bah, wat saai. Ik wou dat mijn droom werkelijkheid was, want met Blondie is alles veel leuker. Volgens mij hou je wel van honden, hè? Ja. Ja? Ja. Zou je ook zo'n hond, hoe heet zo'n hond? Een blinde geleidehond. Ja, een blinde geleidehond willen hebben. Ja. Ja? Ja. Hey, ik heb een idee. Nou, vertel. Dus er is een, hier vlakbij is een, ja, een soort, soort huis waar die honden worden opgeleid. Zullen we daar naartoe gaan? Ja, leuk. Ja? Oké, ja. Kom. Oké. Wauw, die zijn gaaf! Oh, kom kijken. Hallo, wat een schatjes. Wat een lieverd. Een koekje bij je. Nee. Hier, lik. Ga haar hand maar likken. Hé, hey, dames, wat doen jullie hier? Wie heeft jullie hier binnengelaten? Verzin iets. Ja, we zijn een hond aan het uitzoeken. Ja. We zoeken een hond. Een hond kun je pas krijgen als je 18 bent. Oh. Waarom? Omdat het een hele verantwoording is om voor een hond te zorgen. Je moet hem bijvoorbeeld uitlaten, ook 's avonds laat als het regent, als je er helemaal geen zin in hebt eigenlijk. En je moet er goed voor zorgen. En sowieso moet je ook overwicht hebben op een hond. Dus echt zorgen dat je de baas bent, anders gaat hij niet goed voor je werken. Taiga is mijn geleidehond. Die heb ik nu al bijna 5 jaar. Omdat ik heel slecht kan zien. En ik woon midden in Amsterdam en ik vind het heel erg lastig om daar met mijn sok alleen te lopen. En nu met de hond gaat het heel goed eigenlijk. Maar neemt Taiga je ook wel eens in de maling? Heel soms. Laatst was ik met haar op de Albert Cuypmarkt. En opeens hoorde ik vogeltjes. Dan dacht ik, hé, toen waren we in een dierenwinkel beland. En dat had ik helemaal niet om gevraagd. En toen heb ik toch wel een groot bot voor haar gekocht. En ik vond het toch wel heel erg leuk. Ja. Leuk. Een goede grap, zeg. Echt waar. Nou, we staan hier dus buiten bij een speciaal parcours waar je met een hond leert lopen of met een stok. Elian, ik wil van jou weten, hoeveel sneller ben je met een hond? Met een hond ben ik 3 keer sneller dan met een stok. Oké, die is donker. Hoor. Goed zo, ga door. Ja. Ik ben er al, kom maar jongens. Dit was echt heel erg moeilijk. Echt niet. Maar, echt niet, zeg jij. Waar let je nou op als je de weg moet leren kennen? Ik zorg dat ik bepaalde punten weet in de weg. Dat ik hem heel goed in mijn hoofd heb zitten, hoe die eruit ziet. En pas dan, als ik de weg helemaal uit mijn hoofd ken, kan ik met de hond om gaan lopen. En kan ik de hond commando's geven, zodat ze zorgt dat ik nergens tegenaan loop en dat ik de weg kan vinden. Ze helpt me dingen op te zoeken, waardoor ik weet waar ik ben. Maar je moet wel de weg uit je hoofd kennen. Ja. En dat lijkt me een heel karwei. Het antwoord op de prijsvraag heb je net in het filmpje gezien. Een hond moet 8 maanden naar school voordat het een blinde geleidehond is. Antwoord B dus. Gefeliciteerd. Jij mag naar de tentoonstelling Parijs & Co. In het Tropenmuseum. Daar kom je alles te weten over Iraanse kunsten. Je denkt er niet bij na, maar je gebruikt bij alles wat je doet je ogen. Als je eet, kijk je eerst wat er op je bord ligt voordat je het in je mond stopt. Als je niet kan zien, kan je ruiken wat er op je bord ligt en dan proeven. Ik ga zo meteen eten proberen te proeven, zonder te kijken. Kijk ondertussen naar het nieuws.
Het gaat goed met Ajax. Vorige week won Ajax de wedstrijd tegen de Spaanse club Celta de Vigo met 1-0. De wedstrijd was belangrijk omdat het een Champions League wedstrijd was. Dat is het belangrijkste Europese kampioenschap tussen voetbalclubs dat elk jaar weer wordt gehouden. Volgende week speelt Ajax uit in Spanje tegen Celta de Vigo. Je kunt het je niet voorstellen, maar dit enorme gebouw is verhuisd. Deze fabriek in het westelijk havengebied wordt gebruikt om stukjes metaal uit afval te halen. Zo kan het metaal opnieuw gebruikt worden. Maar dit gebouw stond in de weg, want de fabriek ernaast wilde uitbreiden. De oplossing was optillen, wegrijden en een kilometer verder weer neerzetten. Dit met alles er nog in. Alles staat er nog in, computers, alles is er nog in. Want wat hebben we aan de binnenkant gedaan? Stalen balken gemaakt. Om te zorgen dat hij heel stijf aan de binnenkant is en blijft. Zodat hij eigenlijk nauwelijks kan bewegen. En je dus eigenlijk gewoon alles kan laten staan. De fabriek is vervoerd op 1016 wielen. Het verhuizen duurde een hele dag. Op het IJ is een boot tegen een kade aangebotst. De boot was onderweg van Velsen naar Amsterdam. Doordat de boot niet meer de goede richting uitging, botste het tegen de kade. 20 mensen raakten hierdoor gewond. Het ongeluk gebeurde door een stroomstoring. De reden van de stroomstoring is nog niet bekend. Hé, krak banaan. Ja. Wat denk je dat dit is? Even ruiken. Gadverdamme. Spruitjes. Ja. Ik kan altijd nog even spieken. Maar als je blind bent, moet je op je andere zintuigen, zoals je oren, neus en smaak, kunnen vertrouwen. Voor het onderzoek hebben we iemand uitgenodigd die blind is. Hij kan daar dan ook veel beter over vertellen. Zijn naam is Dick van der Maat. Hallo jongens, en meisjes geloof ik ook. Ik ben Dick, en dat wisten jullie al, en jullie wisten eigenlijk ook al dat ik blind was. En als je blind bent, heb je een aantal dingen nodig, die jullie ook nodig hebben, maar dan in een andere vorm. Als jullie vragen over mij of over mijn blindheid hebben, stel ze gerust, want daar zit ik hier voor. Bent u blind geboren of door ongeluk? Nee, ik ben blind geboren, en dat was een ziekte die heette glaucoom. En ik heb tot mijn 11e jaar nog een heel klein beetje licht en donker kunnen zien. Valt het tegen om blind te zijn? Nou, valt het tegen om blind te zijn? Blind zijn is natuurlijk geen feestje, maar ik ben al heel lang blind. En ik ben er eigenlijk wel aan gewend. Het is natuurlijk niet iedere dag heel makkelijk. Maar het is niet zo dat ik iedere dag denk van, Jezus, wat is dat nou erg dat ik blind ben. Dus eigenlijk valt het best mee. Eigenlijk moet je, als je me wat vraagt, even je naam zeggen. Dan weet ik ook wie je bent. En dan stel je je vraag, maar als je met je vinger in de lucht zit, ja, dan zit je hier morgenochtend nog, want dat zie ik niet. Waarom zo strik, hoe steek je een drukke weg over? Ik moet heel voorzichtig zijn en heel goed luisteren. En ik hoop dat mensen ook een beetje goed op mij en andere blinde mensen letten. En dan, dan steek ik op moment X maar over, want je kan niet de hele dag wachten. En bij zebra's heb je wel eens stoplichten die geluid maken. En als dat geluid snel tikt, zo'n ding heet een rateltikker, dan weet ik dat het licht voor voetgangers op groen staat en dan kan ik oversteken. Wie kookt er voor je? Wie kookt er voor mij? Nou, het is niet zo dat blinden niet kunnen koken. Dus als je denkt dat ik niet zou kunnen koken, dan is dat niet waar. En voor mij wordt gekookt door mijn vriendin. Maar niet omdat ik blind ben, maar omdat ze zelf ook wil eten. En ik ben gewoon te lui om te koken, maar ik ken blinde mensen die heel goed kunnen koken. Ingeborg, heeft u een blinde geleidehond? Nee, en dat komt omdat ik een beetje bang was vroeger voor honden. En als je een geleidehond wilt hebben, dan zul je ook heel erg van honden moeten houden. Want die hond is niet alleen maar geleidehond. Dat is ook gewoon een huishond. En die hond moet ook uitgelaten worden. En daar moet je mee ook in de regen en in de sneeuw of whatever. Is het een beetje moeilijk om letters te leren met stippeltjes? Toen jullie op school kwamen, leerde je ook lezen. Nou, ik heb op het Blinde Instituut ook lezen geleerd. Alleen niet met mijn ogen, want dat ging niet. Maar met mijn vingers. Hamza, hoe vind je je leven? Hoe vind ik mijn leven? Ik vind mijn leven hartstikke leuk. Want je bedoelt met je vraag, kan je je leven wel leuk vinden als je blind bent? Of als je een handicap hebt? Nou, dat kan heel goed. Wordt u nu nog wel eens gepest? Gelukkig niet. Nee, dat gebeurt eigenlijk zelden. Ja, kinderen roepen wel eens, hey, een blinde. En dat vind ik niet zo leuk. Maar dat noem ik niet echt pesten. Ik bedoel, er is geen kind dat mij met een stok probeert te slaan of over een fiets laat vallen of whatever. Ferry, wat is dat gele ding wat voor u is? Dat heet, met een mooi woord, een vloeistofdetector. Als ik nou vloeistof
kam. Ik hoop dat er vloeistof in zit. Dan zul je horen dat hij piept. Het zijn twee damstenen. Ja. Eentje is glad en eentje is geribbeld. Laat eens voelen welke is glad. Dit is de gladde, dit is de witte. Heel goed. En dit is de geribbelde, de zwarte. Dat zijn de zwarte. En zo kunnen wij dus dammen. Ja. 2:21 En los. Dat is dus... Dat is dus een sprekende wekker. Wat hebben jullie nou geleerd? Of wat vinden jullie nou na een uur van dit gesprek? Ik heb geleerd dat het best wel meevalt om blind te zijn. En het is geen lol, maar gewoon... Het is best wel een beetje leuk. Nou, het is niet leuk, maar je kan er heel goed mee leven. Ja, ja, dat bedoel ik. Damir, ik heb geleerd dat als blinde man kan je heel veel handige dingen doen. Ja. Dat heel handig is. Precies. Khadija, ik heb geleerd dat blinde mensen meer, bijna meer kunnen dan normale mensen. Ik wou dat dat waar was. Maar ze kunnen wel een heleboel dingen. Als ik nou zou moeten bedenken van wat hebben jullie nou opgestoken, zo heet dat dan, van deze les. Dat is dus dat iemand met een handicap eigenlijk een gewoon mens is, waar je heel gewoon mee kan praten. Mensen die heel gewoon kunnen lachen, kunnen huilen, verdriet kunnen hebben. Maar vooral mensen die gewoon mensen zijn zoals jullie. Net als gehandicapte kinderen gewoon kinderen zijn zoals jullie. Alleen die sommige dingen niet kunnen, maar verder net zo goed als jullie de dingen kunnen doen en kunnen laten. Rashida, je hebt een stok in je hand en een bril op. Dus je ziet niks meer. Nee. Oké, hou die stok vast, meis. Met je rechterhand, mag ook links, maakt niet zoveel uit. Want met die stok ga je voelen langs een moeilijk woord, gidslijn. En dan volg je met je stok die muur. En loop maar langzaam en probeer maar eens of je zo je weg kunt vinden. Ik loop met je mee en bovendien kan er nooit wat engs gebeuren. En met je stok ga je voelen hoeveel treden er zijn. Oké, voorzichtig. Ja, heel goed, juffrouw. De linkermuur gaan we zoeken. Beetje meer naar links. Probeer de linkermuur te volgen. Kijk, van links naar rechts. Oké, meis. Nou komt er een opening. Maar voel je de wind van de deur? Ja. Oké, probeer daar maar naartoe te lopen. Iets naar rechts. Ja, nee, heel goed. Als je blind bent, kan je op straat niet zien waar je heen gaat. Je moet vaker andere mensen de weg vragen. Paaltjes ontwijken en op drukke verkeerspunten mensen vragen of ze je even helpt oversteken. Als jij de burgemeester van Amsterdam was, hoe zou jij dan gemakkelijker maken voor blinde mensen? Als ik de burgemeester was, zou ik ervoor zorgen dat alle blinde mensen een goed getrainde blinde geleide hond zou krijgen. Zou ik meer stoplichten met geluiden maken? Zou ik iets zetten om te voelen waar je heen gaat? Zou ik de straten veiliger maken? Zou ik alle paaltjes weghalen zodat ze niet kunnen struikelen? Volgende week gaat Bas over geloof. Deze week begint Ramadan en daar gaat ook de prijsvraag over. Ramadan is de 9e maand van de islamitische kalender. Tijdens deze maand wordt er tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten. Dit noemt men vasten. Maar na de laatste dag wordt er 3 dagen lang gegeten en gefeest. Hoe noemt men dat feest? Suikerfeest. Bakjesfeest. Offerfeest. Het antwoord kun je mailen naar basta@at5.nl. Nou, zie jullie, hè? Je ademt in en je ruikt. Spit je oren en luister. Open je hart en voel. Je maakt je ogen open en je kijkt. Dit is iets wat zo vanzelfsprekend lijkt. Wijd jezelf als het zo is. Want als je blind bent, zie je niet waar je wereld op lijkt. Ik zat me laatst af te vragen hoe een blinde zijn wereld beleeft. Vraag hem dorst ik niet, want dat is niet beleefd. Ik weet het, het is geen, maar recht door zee is waar ik naar streef. Ga bij jezelf na, wat kan je doen zonder daarbij te kijken? De obstakels op straat zijn moeilijk te ontwijken. Ik zou me altijd afvragen of wie zou gaan lijken.